The Kid Fool. So, back. Ja, zo, zo. Waar zijn we? In Bergijk, hè? De Kattendans. De Kattendans. We zijn hier wel eens geweest, met de theatertour. En nou zijn we er weer. Maar wanneer zijn we hier geweest? We zijn hier geweest met theater. Ja, tuurlijk wel. Zeker wel. Ja. Er staat namelijk hier voor de deur staat een standbeeld met dansende katten. En daar heb ik toen een fotootje van gemaakt, omdat ik dat leuk vind. Oh ja, zullen we even naar de beelden? Ja. Ah ja. Ja. Leuk hè? Ja. Een standbeeld, daar is het theater. Nee. En wat gaan we vandaag hier doen? Vandaag gaan we weer show maken. Ja, na lange tijd. Ja. Het dak moet eraf. Ja. Weet je, want toppers en concerts zijn er niks bij. Knallen. De mensen helemaal gek maken. Maar we doen een beetje een akoestisch setje toch? Ja, semi-akoestisch. Met vuurwerk en... Ja, dat dan wel. Wie zou je kiezen? Hans Verbreukelen, Hans Kazan of Hans... Hans Wolf? Ligt eraan. Hans... Op doel? Hans van de Tocht. Hans van de Tocht. Hans van de Tocht, Hans van Breukelen. Van je voetbalelftal. Hans nee, Kazan. Nee, een mee te stappen. Stappen. Toch wel Hans Kazan dan, denk ik. Ja? Maar kun je wel mee lachen. Je kunt er wel relaxed naar de stad. Hij heeft zijn goocheltruc namelijk. Ja, precies. Komt altijd thuis. Ik weet niet, man. Ik heb gezien dat hij bij, ik weet niet meer wat het was, ja, serieus, een soort, volgens mij was het op de radio, dat ze hem bij Veronica of zo, ik weet niet meer, het is lang terug, maar dat ze hem naar iemand, naar DAF lieten bellen, dat bedrijf. Ja. En hij deed dus mee met de grap, met het, van ja, met DAF, ja, hij is met Hans Kazan, ik ben op zoek naar een nieuwe truc. Dat ze hem ook echt, dat gaf natuurlijk niet door, dat ze hem serieus gingen helpen, maar hij kwam ook echt niet meer bij aan de telefoon. Dat is echt zo goed. Lekker. Hij heeft best wel bijzondere gast, hè. Hij heeft dus, in Nederland ging het altijd heel goed, en nu is hij in Spanje is het gaan proberen. Ja. En daar is hij helemaal failliet gegaan. Ja, dat verstaan ze zelf natuurlijk ook niet. Nee. En, daar werden ze alleen maar pissig, weet je wel. Die gasten die dachten, godverdomme, waar is mijn portemonnee gebleven? Hij heeft mijn vrouw weggetogen. Ja, dan hou ik niet lang vol. En hij maar, nee, zijn goocheltruc. En al die Spanjaarden, oh, dit is een ja, mensen. Ja. Zo is het wel. Zo is het wel. Maar met wie zou je nou een avondje gaan stappen? Met Hans Kazan. Ja, toch wel Hans Kazan. Zijn je nog eens, Paul? Misschien is het wel leuk voor de mensen in de comments. Ja. Met wie zou je graag op stap willen? En dan zeg je met Hans van Breukelen. Hans van Breukelen. Moet je even naar rechts wijzen? Hé, hey, Hans van Breukelen. Hans van de Tocht. Nee, ook naar rechts. Oh, ook naar rechts. Ja, want de ruimte... Of Hans... Worst. Van Milo. Oh nee, dat kan niet, hè. Dat kan niet meer. Dat kan niet meer. Hans, was jij nou Hans van de Tocht? Hans van de Tocht, Hans van Wat zei jij nou? Hans Kazan. Hans Kazan, natuurlijk. Hans Kazan, ja. Hans Kazan. Hé, hey, Spies, ik heb hier een setlistje voor jou. Okay. Oh, wat leuk. En ik ben nog niet eens jarig, joh. Dankjewel. Dan kun je daar eens even naar kijken. Aan de slag. Welke nummertjes gaan we allemaal doen? Nou, u kan het zien, hè. Ik zie in de stad, lot uit de loterij. Stad, land, spiegel. Even voor altijd schuiven bij jou, de hond van Henk, de duif van Henk. Stil op het station, vlucht, kan niet meer, bomen, lief, voor Angela, Aklietje, Simone, Nagia, Testament, Asje, Glimlach, Don Juan en Casanova. Allemaal liedjes die wij, of tenminste een aantal die we niet... Best wel wat die we, niet vaak de helft die we niet of nooit spelen inderdaad, ja. Of gespeeld hebben. Dus dat is wel leuk, ja. Denk ik. Is ja. Voor ons leuk, voor de mensen leuk. Precies. Tenminste. We gaan het meemaken. We maken het mooi. Goedemiddag, dag mensen. Dag mensen. Wat is dat voor instrument? Wat is dat voor instrument? Tablas. Tablas. We maken met een setje tablas. Aha. Geïmporteerd uit India. Ooit op een blauwe maandag. En dan komen ze toch weer mooi van pas. Dat is wel lachen. Ja. Ja. Maar ze komen echt uit India. Ja. En wat kun je er nog meer over vertellen? Ik weet er eigenlijk helemaal geen klote van. Oh. Het is heel belangrijk dat je verschil maakt tussen dat je, zeg maar, wat je zeg maar, hier doet en wat je daarnaast doet. Maar alles moet met kracht met je vingers komen en dat is best wel moeilijk, daar moet je heel getraind in zijn. En je moet ook een beetje douwen zo.
thuis. Die heeft zich verkiesbaar gesteld als president van Amerika. Kooptip voor bij een hittegolf: bomen en planten. Eén boom heeft een potentieel van 10 airco's. Zo. Ik weet niet wat daar. Is er geen kooptip? Nee. Niet echt. Overspel verkeerd? Nee! Het kan best eens gezond zijn om je te laten meeslepen door de golven van begeerte. Vreemdgaan zou er zelfs voor zorgen dat je het 50ste trouwjaar wel gaat halen. Aldus Linda, die daarmee haar straatjes schoot. Kunstdetective Arthur Brand. Als jokje wilde ik Indiana Jones worden, dichterbij dit comic niet. En dan zegt hij, om mijn werk te doen moet je knettergek zijn. Wie zegt dat? Kunstdetective Arthur Brand. Mensen zeggen dat ook vaak tegen mij. Arthur, je bent een verslagen idioot. Maar ik doe het niet voor het geld, ik doe het voor de spanning. Ja. Seks. En natuurlijk om vreemd te gaan. Ja. Want ik wil wel graag mijn 50ste trouwjaar halen. Nou, zeg maar dit was het nieuws. Zeg maar dit was het nieuws. Goedenavond. Goedenavond. Dit is echt het slechtste wat er een lange tijd voorbij is gekomen in de vlog, denk ik. Als het in de vlog komt. Ook niet. Ik hoop het ook niet.